Hey allemaal, welkom terug midden in de oorlog tussen Argentinië, Chili en Bolivia. Inderdaad, twee oorlogen tegelijk. We hebben de laatste nu een beetje gaan afronden als het goed is. Het hoofdfront mag wat mij betreft, zal het trouwens gelijk even goed zetten. Delete. Oh, dat kan niet. Zo. Er was één. Iedereen die kant op. En dit hier is 2. En iedereen die kant op. Doel van jou. Deze hier. Oh, dat pakt hij niet. Dat is vreemd. Oh, we moeten natuurlijk de oorlog nog verklaren. Juist. Die level. Dan. Oké, en dan kunnen we als goed is gelijk die frontjes wel doortrekken. Dat is 1. Yep. Doel is hierboven. En 2. Ook hier. En ook voor jullie alles. Oh, alles. Juist, goed. Go, go. Even iemand een ander kleurtje. Dat lijkt me dan meer iets voor die mountain troops. Ja, wie is nou de mountain en wie niet? Dit zijn allemaal mountains. Oké. Roze, niet echt een bergkleurtje. Maar goed. Betekent ook dat hier niemand meer aan is toegewezen, maar dat jullie dit nog wel even gaan afronden. Inclusief deze. Juist, goed. Continue. Game speed omhoog en gegaan. En hier even in het defensive gedrukt. Logisch, want de soldaten ontbraken nog maar nemen en dat ze daar snel doorheen gaan. Ondertussen. Modify government. Meer experience en meer land doctrine research klinkt goed, maar total mobilization klinkt nog veel beter. Yes, extra factory output, dat moeten we hebben. Mooi. Ook minder civilian factories nodig. Ik heb er nu 12 over. Mooi zo. En dat is het einde van Chili. Take all states and turn done. Mooi. En gelijk door naar boven hoop ik. Juist. Goed, nieuwe focus. Dat wordt. Nou ja, ik dacht construction, maar. Land doctrine. Dat klinkt belangrijk. Yes, oké. Goed, ook hier worden we even in het defensieve gedrukt. Maar als jij dat dan omzet in een aanval, dan komt dat zo te zien ook weer goed. En inderdaad, daar schuift het mooi op. Oh, dan hebben zij waarschijnlijk dat stukje Chili afgepakt. Ja. Nou ja, prima. 1, 2. Doel is La Paz, de hoofdstad. Ik weet niet of er verder nog steden zitten. Zo te zien niet. Santa Cruz klinkt wel trouwens als een bekende stad. Maar blijkbaar niet heel erg. Oké. Gaan we weer door. 99%. Yep. Uitstekend. En ook de volgende valt al. Dan mag je het vanaf hier maar even zelf regelen. Geldt ook voor deze. Zo. Even dit allemaal opnieuw indelen. 1, 2, 3, 4, 5. Zo. Jullie daarbij. Zo. En dit wordt dan dus weer een frontje op zich. Als jullie dan een beetje daarop richten. En jullie dus vooral op datgene hier. Dan komt het allemaal. Helemaal goed. Production loopt nog. Mogen hierbij. Oké, zijn er nog soldaten die niet zijn toegevoegd? Ja, ook nog. Mooi zo. Dat wordt dan hierbij. Oké. Generaal. Zo. Mooi. Niks meer aan doen. Research. Nou, klinkt goed. 28 dagen voor wat support weapons. Concentrated Industry is klaar. Pakken we 38. Dit is dus allemaal af. Synthetic Oil lijkt me hier nog niet nodig. Die is. Ja, die kan wel trouwens. Research time naar beneden met 3%. Kom op, jong. Doorbreken. Ze zijn vooral langzaam. Ligt waarschijnlijk door de infrastructuur. En het is natuurlijk ook nog bergen. Dat maakt de zaak natuurlijk nog lastiger. Nou, gelijk doorstoten naar hier.
Oh, en de oorlog is ook alweer bezig. 4 april. Zolang hebben we nog. Lijkt het me handig dat we jullie daar nu op gaan voorbereiden. Zo. Ook deze moet natuurlijk snel gewonnen worden. Hoe zit het met de claim richting Brazilië? 28 april is die klaar. Dat wordt ook nog vrij krap zo te zien. We zullen het ongetwijfeld halen, maar daar zijn we support weapons. Mooi. Dan misschien ook wel wat betere. Ach, oh, support equipment nog beter. Ja. Kom op, jongens, doorbreken. Wij zijn geen tegenstand, dus ik weet niet waarom dit zo lang duurt. Staat inderdaad op agressief. Jullie zijn al aan het verzamelen aan het front. Perfect. We hadden tot eind april. Nee, begin april. Iemand hier die van het OV gebruik maakt. Nou ja, declare war. Go. Select all. Zo, in ieder geval wat sneller. En de aanval maar gelijk op de hoofdstad. En zou het best kunnen dat hij gelijk valt. Want verder zit er volgens mij echt niks van waarde. Hoe zit het hier? Daar is de hoofdstad. Moet je dus ook die kant op aanvallen. Maar dat gaat allemaal wel vallen. Ben ik niet zo bang voor. Anschluss of Austria. Hey, nieuwe soldaten zijn al onderweg. Mooi zo. Justification against Brazil finished. Zodat iedereen ook echt bij dit front meedoet. Select all. Ja, dat La Paz, dat ligt toch lekker in de bergen verscholen. Is toch blijkbaar iets lastiger dan gedacht. Even kijken. Tja. Military theater is dan maar. Nieuwe focus hier. We wat richting die research gaan. Dat we extra research slot krijgen. Die valt. En inderdaad meteen over. Take all states. En dan. Denk ik dat jullie je voor kunnen gaan bereiden op de oorlog hier. Dan krijg je een eigen front. Laat ik tot hier lopen. En dan is je doel. Met name de kust hier. Zo'n beetje tot aan Rio. Dat lijkt me meer dan genoeg. Oké. Die loopt nog tot 17 juni. Oké, helemaal goed. Kunnen de mountain troops de andere helft pakken. Mooi verdeeld ook, lijkt het. Helemaal goed. Die kan weg. Het schiet nou niet op hier. Met name dat zij zelf worden aangevallen natuurlijk. Kunnen ze zelf ook geen aanvallen doen. Moeten we snel ophouden. En dat lijkt nu ook te gaan lukken. Mooi. Daar gaat La Paz. En dan is het denk ik ook hier meteen voorbij. Oh. Ja. Nee, niet voorbij. Wel einde oorlog. Of einde strijd om de stad. Santa Cruz. Ja, die hebben we al. Een beetje apart dat we die dan blijkbaar nog niet hebben. Of beter gezegd dat het volgens mij nog blijkbaar de hoofdstad is. Vreemd. Hoe lang hebben we hier nog? 27ste, nog 10 dagen. Support equipment is binnen. Dan gaan we engineers erbij. En daar gaat hij. Bolivia, take all states and turn done. Oké. Mm-hmm. Geeft ook jullie een nieuwe frontlinie. Die loopt dan tot hier. En jullie mogen vooral het noorden van Brazilië gaan innemen. En dat zal waarschijnlijk wel even duren. Zo. Ja, daar is hij wel even zoek mee. Oké, iedereen weer in positie. En dan kunnen we ook daar de oorlog verklaren. Even iedereen op zijn plek. We hebben nog 2 dagen. En dat gaan we niet redden. Declare war. Bam. Send. Oké. En dan hier maar gelijk de claim, justify, conquer. Maakt niet zoveel uit welke regio we daar pakken. En opnieuw gaan.
Allemaal groene cijfertjes hier, dat is mooi. Hopen dat we wat pockets kunnen creëren. Met name door deze aanval als priority te zetten. US influence. The United States advocation for democracy is starting to affect our country. Radio broadcasts allow speeches from Elf Landon to reach our people. And we have found many Argentinians being attracted to the American way of life. Oké. Okay. Dus de VS krijgt langzaam invloed in Argentinië. En dat betekent support for democracy. 0.05. Zij ook. Ja, dat maakt, dan gaat alleen dit verder naar achter, maar dan blijft ons aandeel fascisme wel gehandhaafd, denk ik. Geen units in basic training. Oké, okay, we hebben er nog 9. Of we hebben er nodig. We kunnen er nog 9 gebruiken. Nee. Nog 6. Oké, okay, dan gaan we die vast trainen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Locatie hier. En je schuift daaraan. Oké. Okay. Eenmalig. De luchtmacht. Ja. Oh, hier kan hij mooi staan. Yep. En dan. Hier mag je mee vechten. Ik denk wel dat de Brazilianen daar iets tegenover kunnen zetten. Maar goed. Dat zien we dan wel weer. Continue. Dus dit is hoofdaanval. Hier de zaak afsnijden wat hier onderaan nog overblijft omsingelen. Zij zijn zich nog aan het groeperen. Game speed kan weer omhoog. En de eerste convoys zijn al gesneuveld. Zal ik mijn vloot ook maar even terugroepen. Buenos Aires. En die andere ook. Oké, goed. Wat is dit? Die zijn onderweg, neem ik aan. En anders helpen ze bij deze een handje construction efforts. De volgende meteen meepakken. Veel rood. Even aan de zijde erbij zijn dat het dan wel wat beter gaat. Duurt echt lang, zeg. Goed, 10 divisies en die kunnen nu ook alle kanten op. Gaan ze vervolgens weer opnieuw verspreiden? Oké, okay, nou ja, goed, dat mag. Juist. Fall of Nanjing. Dat betekent dat Japan vorderingen boekt in China. En hier de eerste voorzichtige overnames van Braziliaans terrein. We zitten met de productie. Die is nu wel even bezig. Ook wat support equipment gaan maken ondertussen. Zo. Juist. Yep. Oké. Okay. We hebben het nog niet nodig. Niet het 1 aluminium. Nou ja. Als we het nodig hebben, dan pakken we het maar. Nu wat mij betreft verder gaan met de bouw van militaire fabrieken. Voor zover daar nog ruimte is. Niet heel veel, maar dat komt dadelijk wel. Oké. Okay. Modify the government. Total mobilization. Export focus. Volunteer only. Dat moet omhoog naar... Voorlopig denk ik is limited conscription genoeg. Nou, voegt niet heel veel toe trouwens, maar goed. Dat is de timer. Dat betekent dat we deze aflevering gaan afronden. We boeken wat vooruitgang. Nog niet heel veel. Met name met de units ook niet veel doen trouwens. Dat zie ik nu. Nou, jij ondersteunt daar. Jij staat hier niks te doen. Daar houden we niet zo van. Jullie op naar Rio. Jullie kunnen ook gewoon doen. Zeker als je met z'n elfen staat, lijkt me zo. Goed. Ik bedank je opnieuw voor het kijken. Zie je heel graag de volgende keer terug in deze verovering van Brazilië. Gaat al vrij goed. Ze zijn al heel wat stukjes grond kwijt. Maar we zijn er nog lang niet helemaal. De eerste pocket hier is wel gemaakt. Dus dat belooft al veel goeds. Heel graag tot de volgende keer.